It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Daar zit er een en die gaat straks achter de deur. Daar loopt er een te snuffelen aan Willy haar tas en daar ligt er een. Willy is net achter de deur verdwenen, die gaat naar boven en die verdwijnt zometeen ook achter de deur, want wij gaan lopen. Ja. Ik heb een koffie op en al, dus komt helemaal goed. En de looppep gaat aan en we gaan gewoon met die banaan. Het is mooi weer, maar het is... Oh, daar zie ik blauwe lucht. Daar is bewolkt. Dat dus. Ja. Dat dus. Of niet dan? Krullemie. Rijkers krullemie. Krullenballetje. Hé? Ja. Het is een krullenbol. Maar in ieder geval, we hebben eventjes lekker zitten te keuvelen en te doen. En ik heb Willy even wat foto's laten zien van onderweg weg naar waar we zaterdag heen waren. Ja, naar Duiven. Dus helemaal leuk, helemaal gezellig. Ja, echt wel. Maar in ieder geval, ik ga nou dus met de meisjes even lopen. En... ze zeggen het is 17 graden, dat wordt gezegd. Het voelt als 16 graden, maar ik doe wel mijn winterjas aan, want zoals jullie zien, ik heb ook al laag decolleté. Dus ik doe wel ook een sjaal om. Ja, geen feest, want ik heb 3/4 mouwtjes, dat vind ik niet nodig. Maar een sjaal om dit te bedekken en dan gewoon mijn jas en voilà. En ook is het van achteren laag, hè. En dus. Maar in ieder geval, er zit er eentje te piepen en te janken dat het Rijker, die wil eruit. En ze is al een paar keer in de tuin geweest. Ze lag in de zon te bakken. Dus ja, eruit is ze geweest. Ze kon van alles en al wat doen. Maar dat doet de dame niet. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet ze. En geniet ook gewoon een beetje mee. En tot later. Ja, lieve vrienden, wij gaan zo de hort op, want Willy is net de deur uit. Ik heb Karen al aan de telefoon gehad. Maar we gaan nou hier naar de intratuin. Ja, want ik had in Duiven wat gekocht. En dat is dat apparaat. Met een afstandsbediening erbij. De kassabon vandaar. En ik neem 3 batterijen van mijzelf mee. En dan vraag ik van, kan dat? Want dit zijn, hoe noem je dat? Opladers. Die kan ik opladen, dacht ik. Weet niet eens niet zeker. Jawel, 2 zijn er opladers. En eentje geloof ik niet. Ik denk, ja, geen weet. Ik moet dat even bekijken. Ik moet in ieder geval 3 oplaadbare batterijen mee. En ik zie er nou eentje bij leggen, die is niet oplaadbaar. Dat is Panasonic. En ik heb, dat is oplaadbaar. Die niet. Dus ja, moet ik er nog een ventje bij pakken. Want ik heb er nog alleen. En ik moet ook even nieuwe kopen. Want ik heb niet veel van die kleintjes. Dat jullie misschien zo'n kleintje. Ja, zo'n dunnetje. Accu, ja, accu. En dat is 3 mol. Daar heb ik niet veel van, enkel van die grotere. Van die dikkere. Maar jullie gaan in ieder geval mee, dus we zullen het beleven. En enkel, ja, waar, als ik het ga vragen, dan doe ik jullie natuurlijk even uit, want ik heb dan meerdere handen nodig voor de handelingen. Maar in ieder geval, ik hoef geen vest aan, want daar is te warm voor. Maar ik zit stil op de booster, dus ik doe wel mijn dikke jas aan en een sjaal weer om.
Met lopen was het me te veel. Maar dat kwam ook mee dat ik kwaad werd door die chemtrails. Maar we gaan er gewoon even vandoor en genieten. En ik spreek jullie later. Oké, okay, tot later. Ja, nou, ik ben aanbeland, maar het heet hier al jaren geen intratuin meer. En dat vergeet ik steeds, want iedereen noemt het nog steeds intratuin. Maar in ieder geval, ja, hoe het wel heet weet ik ook niet. Maar ze moeten hier nog beginnen met de kerstshow. Hey! Hallo, poesebeestje. Hallo, poesebeestje. Hi, kind. Maar ja, als je alles van tevoren weet, is rijk worden geen kunst meer, nee. En ja, aangezien dat... ik vergeet dat gewoon steeds, hoor. Ja, daar kan ik ook helemaal niks aan doen. Het is nou eenmaal zo. Dus ja, dat dus. Dus ja, ze moeten hier nog beginnen. Er hangen al wel hier en daar wat kerstlichtjes in takjes en in boompjes, zoals daar. Dus ja, een klein beginnetje is er, maar dat is ook al. Nou ja, wat er nog meer komen gaat, Joost mag het weten. Maar dit is nog, ja, hier ook, kijk. Ja, dat dus. Ja. Ja. Hoppa. Nou ja. Kan er niks aan doen. Dit is het gewoon. We moeten het er maar even mee doen. En afwachten. Totdat de kerstshow hier begint. Dus ja. Tot later. Hallo. Met jullie koekje. Vrouwtje weer thuis, hè? Ja. Moet jij ook rijken? Kom dan. Kom dan. Nou, dan niet. Doe ik het zo. Ja. Hé, lekker, hè? Ja. Ja, we zijn dus weer thuis, zoals jullie zien. En ja, helaas is het geen intratuin meer. Maar heet het anders. Maar ik heb wel mijn lievelingskaars weer. Met die vlammetjes die kunnen bewegen. Ja, dus we gaan het beleven, maar ik moest ook nog naar de HEMA voor deze dingen. En dat zat voorheen in een plastic potje. Ik vulde er eigenlijk in zitten, 36. Het zat dus eerst in een plastic potje. En het potje is op eentje na leeg. Tegenwoordig in een doosje. Ja, als je alles van tevoren weet, is rijk worden geen kussen, dan had ik ze wel kunnen vinden. Maar ik wist niet waar ze waren. En ik heb andere batterijtjes gekocht. Want bij de HEMA was ook een lieve vrouw. Tenminste, wacht even, nou ga ik verkeerd. Voor die AB heb ik deze gekocht. Nieuw. Misschien doet hij het straks al. Maar ook die zei van, we moeten normale batterijtjes in. Dus ik heb normale batterijtjes gekocht. We gaan het beleven. We gaan het helemaal beleven. Dus we doen hem. En hij behoort in het water. En dan was kerstballen erboven of wat dan ook. Zo, kijk. We moeten er 3 in. 1. Blijft de plastic weer lekker hangen. Dat is 2. En dat is 3. Moet ik even koeken. Die gaat er zo in. En die gaat er weer zo in. Dat blijft zitten. Die puntje weer omhoog. Kijk, allerlei kleurtjes. Maar dan moet die AB het wel willen doen.
Ga even hem dicht. Moet hij wel willen, als je het gauw scheef op. Je wordt ook zo kip door al dat geflit van die lichtjes. Hij zit er nog scheef op. Hij sluit niet lekker aan. Alles zit op. Ik moet dat. Ik ga hem toch eens proberen. We gaan het proberen. Dat is de oude. Ja, oh, ik word er kureluurigste van. Ja, echt waar. En het is allemaal zo lekker. Je krijgt het amper open allemaal. Echt bizar. En dan zal die ook nog eens een keer in plastic verpakt zitten. En dat karton is al zo heerlijk. Jeetje Maria. Zo. Het batterijtje is in zicht. Zo. En dan moet hij dus uit dat plastic, hè? Ja, kennen jullie dat? Uit dat plastic. En er zit. Jeetje, crimineeltje. En je wordt gek van dat licht. Echt bizar. Nee. We gaan, nee, het is niet voor jou. Nee, is niet voor jou. Ja, jij bent ook nieuwsgierig, maar het is niet voor jullie. Jeetje. Hoppa. Kijk of het nou wil. Hij wilde niet eens iets uit, zal ik je vertellen. Ja, komt u maar. Zo. Daar even. Dat dingetje. Hop. Waar is die AB nou weer? Ik zie die hele AB nergens meer. Komt door dat. Ik zie die heel oud onder in mijn jurk. Ja, joh. En dan schuiven we hem erin. En dan is die nieuw. Nou, ik ben benieuwd. Nee hoor. Hij doet het niet. Hoe dan? Nee hoor. Je moet toch nog veranderen zien. Ik kan drukken wat ik wil, hè? Dat is wit.
hij doet het dus niet. Nou, dan moet ik helemaal zien met ruilen bij Intratuin in Herugewaard. Ja, dat dus. Hij doet het gewoon niet. Ik heb hem er goed in, dus ja, dat dus. Het legt hem niet aan de batterij, niks. Nee. Ik snap er echt niks van. Hij is niet goed. Dan hebben we een flikkerlichtje. En dat sluit ook niet eens niet goed. Althans, krijg ik niet voor elkaar. Open, ja dat is open, dat weten we. Ja, nou dan. Zo. Probeer ik hem weer dicht te maken. Nou is die dicht. Beter dan daarnet. Maar ja, waarom die AB het dan vertikt of is uit? En dat gaat gewoon niet uit. Niet uit en ook niet op wit. Hoe dan? En die vrouw die ook zo eentje had, die vond hem zo leuk en die heeft hem in een bakje met water. Want hij is waterdicht als je hem goed dicht krijgt. En dan ook, ja, kerstballetjes of zoiets erboven. Ik vind dit bizar. Dat hij gewoon niet doet. Maar niet geschoten is wat tijd niet, zeggen ze. Nee, zoals met deze, ik denk, hé, universeel. Hij blijft doorgaan. Ja, dus wat de batterij er ook in doet, hij doet het niet. Nou, de eerste, de beste winkel zit in Herugewaard. Nou, wil je hem uit hebben, dan moet ik hem dus weer opendraaien. En sowieso één batterij eruit. En ook dat moet willen. Dat bedoel ik. Hij gaat niet één. Ja, hè? Eén batterij eruit. Ja, dat dus. Nou, gewoon niet fijn. Nee. Kun je ze er net zo goed allemaal eruit halen. Want wat heeft het voor nut? Zo boos om, hè? Kost je wel weer geld. Want ik ken niet naar Herugewaard. Niet op de booster, dan moet ik met de trein. Nou, dan betaal je ook je eigen groene schil, weet je? Gaat goed, meneer Heus. Ah, balen. Echt balen. Maar ja. Helaas, miskoop van het jaar. Ja, vind je iets leuks? Maar ja, ik heb nog wat leuks. Ik doe de verkeerde kant, geloof ik. Daar zit een plakketje. Zo. Hop, 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 kijk,
Dat is één kaars. Er moeten ook batterijen in, maar dan kan ik gewoon opladbare batterijen in doen. Ja? En dan heb ik... Weer anders dan die. Hoe dan? Daar kan ik de tijd mee in doen. Maar ja, het is ook maar afwachten. Maar deze kan ik ruilen, dat is hier dichtbij. Ja! Maar we gaan het wel even proberen vanavond. Althans, zometeen eerst proberen een batterijtje erin te doen. Nou, dat duurt lang. Ik kan net zeggen. En jij zit er niet goed op. Sorry. Wacht even. Nee, dat zijn die dunnetjes. Dus in mijn portemonnee zit ook nog batterijtjes, maar dat zijn, hoe noem je dat? Die dunnetjes. Ik weet niet eens hoeveel erin moeten. Twee toch? Of drie? Weet ik veel. Eén. Die gingen makkelijk in. Twee. Ja, dan moet ik die hebben. Allemaal goed, mijn huis. Kijk, er zit ook zo'n plastic dingetje aan. Daaruit. Ja, dan moet deze het gaan doen volgens de geleerde. Of de batterijen zijn weer leeg. Dat kan ook. Ik denk dat dat het hem is. Dat doet het niet. En ze lopen ook natuurlijk zomaar leeg, hè? Zou best leeg kunnen wezen weer. Ik had ze allemaal gevuld. Maar geen een die het doet. Maar ik had ook een ander merk. Doe nou. We blijven proberen, anders moet ik ze allemaal weer laden. En lange nagels begint er niet aan, mensen. Echt. Ja, hij doet het wel. Kijk. Oh, ander knopje. Zien jullie? Goed, hè? Ja, echt waar. Nou. Kan die op 2 uur, 6 uur, 4 uur, 8 uur. En candle, wat houdt candle nou weer in? Oh, kijk. Plus, en dat is min. Oh, dan geeft hij minder licht. Dat is wel erg. Hij is mooi, mensen. Je kan iets meer doen met deze AB dan die andere. Dus ik moet nog uitkijken ook welke AB ik gebruik. Deze, die kaars gaat daar al uit. Maar ja, die andere AB van die andere, die zit geen batterij nog in. Moet ik ook nog doen. Ja, ik ga deze daarin zetten. Want die hangt scheef. Zoals jullie zien. Even zo.
Gaan jullie het zien zo? Wat ik doe, ja, tegen het licht in, hè. Ik kan er niks aan. Kijk, dat bedoel ik. Oh, 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 oh. Dan kunnen we dat er weer uit zien te krijgen. Oh, 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 oh. Blijf er nou op. Zo, die blijft mooi staan. Pak ik mijn AB er nog even bij. Kijk, en dan gaat die aan. Mooi, ja. Jo, vind ik van hem. Maar hij gaat nou weer even uit. Want het is nou onnodig. Die doet het. In ieder geval. En kijk. Die ligt nou zo erbij. En dat ga ik eromheen. Want deze was te klein om hem daarin te zetten. Dus dan fabriceer je gewoon met aluminiumfolie. Maar hij wil ook niet goed sluiten aan de kaars. Daar ga ik ook moeite mee. Ja, dat doet het wel. Maar dan moet hij... Hij wil niet aansluiten. Hij blijft echt een keer ertussen. En hij doet het wel. Maar hij draait door. Kijk, want hij doet het wel. Deze had ik van Willy gekregen. En er staat er ook nog eentje bij mijn mannetje. Ja. Echt, dit zijn echt kaarsen voor nood. Dus die ruim ik gewoon op. Batterijen eruit. En het zijn ook dunnetjes. Maar wel, ja, varta oplaadbaar. Die leg ik gewoon eventjes. Minder cadeautje nog had. Meende ik, maar ik weet niet zeker. Nee. Moet ik even zoeken. Ja, of ik heb het weggegooid, de doosje. Kan ook nog. Ja, 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 ja. Ja, heb niet meer. Ja, 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 ja. En dan heb ik er hier nog één. Nou ja, er moeten ook batterijtjes in. Dus ja, dan moet ik ook eventjes... Gaan we ook gewoon proberen. Eén. Twee. En dan gaat die ook. En die sluit ook gewoon aan. En hij is nog uit. En die doet het ook. Ja, alles doet het, alles doet het. Die gaat naar mijn mannetje toe.
Dus stok, blijf liggen. Even bij mijn mannetje erin zitten. Joh. Hoppa. Oude slurk komt. Ik kan niet eens niet die knop indrukken aan de onderkant om te kijken of die doet. Met mijn vingers omdat ik te lange nagels heb. Ja. Kan je dat? Ja, die doet het ook nog wel. Maar die... Die is op reserve. Hoppa. Want ik heb nog een doosje met twee kaarsen. Ja. En dan gaat... Twee dunnetjes, dus daar zijn ze gebleven. En daar had ik niet veel van. Moet je wel goed willen, hè? Nee, je gaat er scheef in. Doe even normaal. Zo, dan leg ik deze in de la. Hoppa. Dan staat niet op zijn plek, wil je? Hoppa. Even hier wat koeken. Dan heb ik hier ook allemaal nog AB's. Oeh, ik word gek van de AB's. Ik weet niet wat waarvan is. Ja, moet ik eruit zoeken. Ja. Dat kan weg. En dat moet ik uitzoeken wat dit is. Zo kan doen ik het maar of het oplaadbaar is of niet, dat weet ik niet. Dat kan weg. Dat kan weg. En dat kan weg. Zo. En dat kan hier al in. In de bak. Dan kan jij weer hier al hangen. Blijven daar. Nou hebben we nummertje 2. Deze is. Ja, ik denk dat het eentje het wel redt op alles, hè. Nee, dat is de verkeerde kant. Moet aan die kant wezen. Ah. Ja. Ach, daar heen er ook weer een. Maar als het met diezelfde wil, dan hoef ik die toch niet uit te pakken. Dan blijft die nieuw. Nee, ik heb een reserve. Dat nog eens een keer, hola die heeft. Hop, jij even. Daar. Jij even daar. En dan gaan we weer. Mijn jurk wel omhoog houden, want ik hoef daar niet op te rijden. Zo. Hoppa. Eén. Twee.
Zo. Ook die doet het. Pak ik die AB die ik al in gebruik had. En dat doet het ook. Dus helemaal klasse. Ja, dan gaat deze op de televisie. Blijf liggen. Deze gaat op de televisie. Daar had ik er ook al wel één, maar de AD die werkt niet erop. Omdat daar geen dingetje in zit. Hoe noem je dat? Een batterijtje. Kom nou, doe nou niet zo vervelend. Ik ben baas. Wil die niet luisteren, hè? Dat laadje wil niet open. Juist. Goed zo. Nou, dan kan die batterij er ook wel in, denk ik. Hop. Of het het goede nummer is, weet ik niet. Het boeit me ook 1, 2, 3 niet. Ik weet niet eens niet waar het nummer staat. Op dat ding. Staat er niet eens op. Kan ik niet vinden. Kijk, want die werkt er gewoon niet op. Maar het kan ook wel eens omdat hij nog uitstaat, omdat ik met mijn hand dat heb gedaan. Dus we gaan hem even erbij pakken. Heksje, je moet even de weg. Zo. Wat zijn we toch weer lekker bezig. Jurk omhoog. Hoppa. Een batterijtje. Eerst even indrukken. Ja, want die doet het wel. Kijk maar. Maar, nou moet die... Oh, kijk, hij doet het nog wel. Ja. Dan moet die eruit. Dan gaat die daar al in. Blijf staan. Dan gaat hier de nieuwe in. Hoppa. Daar de nieuwe in. Terug naar de televisie. Zo, heksje. Mag daar weer staan. Zo. Dan. Hek hier één. Die heb ik van mijn zwager gehad. Ja. Nou wil deze hier weer niet in. Oh, verdikkie. Had ik zo gehoopt van het gaat wel. En als ik dat dingetje eraf haal. Wil die er dan wel in? Ja. Dat blijft er maar.
Dat wil dus niet. Hij is een beetje glad van binnen. Ja, je deed het toch. Ja. Moet je wel willen blijven staan erin. Hij zuigt een beetje omhoog. Stap dan, potverdikkie. Ik ga wat anders uitproberen. Hij deed het, hè? Ja. Ik weet niet of het wil wat ik wil, maar niet geschoten is altijd mis. Enkel dan werkt die niet op de afstandsbediening. Blijf liggen. Dan zo. Nee, dat werkt dus niet. Nee. Dat gaat het niet worden. Deze die is ook eigenlijk al een beetje stuk. Hij doet het wel en hij doet het niet. Laten we het zo maar zeggen. Zo, nou doet hij het. Ja, maar precies zo en niet anders. Dit gedeelte is dunner dan van hem. Daar baal ik van. Hij duwt hem omhoog. Ik moet echt daar iets anders voor zien te versieren. Dan moet deze toch erin blijven staan. 1, 2, hoppatee. En dan moet het toch iets anders zien te versieren voor die jongeman. Ja. Ja, daar moeten er 4 in en dat doe ik niet, want daar zit mijn man die heeft in die kaarsen kan standaard ooit kaars neergezet. En die middelste is toen zo leuk gaan smelten, die begon helemaal om te krullen. En dat heb ik er altijd ingelaten en ik doe ze ook niet meer aan. Maar ja, ik moet toch nog weer vandaag of morgen eraan geloven om het toch maar weer wel te doen. Want ja, anders is het eindzoek, hè. Ja, en dan kan ik daar ook eens een keer nieuw voor halen. 2 doosjes, nee, eigenlijk 3, ja. Maar in ieder geval, dat gedeelte staat in ieder geval. Ik heb nou nog 1 splinternieuwe, dan weet ik niet eens meer welke dat was. Oei, 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 oei. Ja, ik heb ze er allebei uit. Dan kan je dat weer. Kaufland? Nee. Anna's staat erop. Oké. Nou, doen we die er weer omheen. Dit is een oude. Ja. Dat klopt. Dan moet dit een nieuwe wezen. En dat doet hij niet op. Nee. Die doet het er niet op. Maar er zit ook nog geen batterij in. Hoe dan? Ja, wat ben ik dom? Ik was nou mijn oude bezig. Zo, mijn bakkie. Mijn bakkie. Waar laat ik mijn bakkie? Nou, oh, hier ook. Ik ben er gewoon niet bij, hè. Die wilde neer. Volgende patiënt.
Dat bedoel ik. Je zal altijd problemen hebben. Die wel. Zo. Aan de batterijtje. En die doet het niet. Ik moet toch die andere twee proberen. En die gaat zo moeilijk erin. Dankjewel. Maar ik kan best wezen dat dat geladen moet worden, die. Zo. We blijven proberen. Koek, een batterijtje. En die doet het weer wel. Dat is een nieuwe. Ga ik toch een hele oude AB gebruiken. Nee, die doet het daar niet op. Maar dan hebben we de nieuwe. Alles controleren. Kijk, nou doet hij het wel. Toppie toch? Ja. Ik ben er helemaal blij mee. Maar die past daar niet in. Ja, misschien deze wel, want ik had net die oude. Om hem daarin te doen. Dus we gaan weer proberen. Eine tweeën. Hoppatee. Zo. We blijven proberen. Oh ja, dat is ook zo, die valt eruit, ja. Ja, lieve vrienden, ik ben er weer even. Jullie vielen helemaal weg, want de accu was helemaal schoon leeg. Terwijl die afgelopen nacht toch aan de lader had gestaan. Maar ja, als je lang zit te kletsen met elkaar, of tegen jullie, dan wil dat wel gaan, ja. Maar ik heb het voor elkaar gekregen. Want, wat denken jullie? Ik ben hier voor één gat gevangen. Ik heb twee borrelglaasjes gepakt. Ik heb aluminiumfolie smal gemaakt, een lap eraf gehaald en smal gemaakt. Dat ik een lange strook had. Heb aan de onderkant om die kaars heen gewikkeld, erin gezet. Was het nog een beetje te dun. Ik dacht, nog een stukje ook zelf erop gevouwen. Dat erbij omgedaan weer. En toen weer in het glaasje. En voilà, dat twee maal gedaan. En ze staan in een borrelglaasje. Ik had het helaas nu niet laten zien. Ja, dan moet ik het halen. Dan ben ik weer uit beeld. Maar jullie zitten nog aan het snoertje vast. Want jullie staan op de lader. Dat dus. Maar ik wou jullie wel even vertellen. Ik denk, ja, zo raar dat we eruit gingen. En ik weet niet eens waar ik gebleven was. Ja, met die kaars was ik bezig. Maar het wou allemaal niet zoals ik wou. Maar het is toch gelukt. En ik heb één oude kaars van mij die ik al had. Die werkt op de oude AB. En ja, ik weet niet eens die 1, 2, 3 waar ik mijn andere oude AB heb gelaten. Oh ja, die was stuk gegaan, dat is ook zo. Dat was, daardoor kreeg ik toen twee nieuwe van Willy, maar op een andere manier. Die werkte niet op een AB. De rest is allemaal op de nieuwe. Dus 1, 2, 3, 4 opnieuw. En één op de oude. Dus ja, helemaal blij ermee. Ik wel. En dan ga ik met de meisjes lopen. Eerst even zo zelf naar het toilet toe. En dan met de meisjes lopen. Dan ga ik aan mezelf denken. Ik heb helemaal geen honger. Maar je moet eigenlijk eten. Maar wel, ja. Misschien wel iets Duits. Weet het nog niet. Maar dat zien we straks wel. Ik wens jullie in ieder geval allemaal een smakelijk eten als jullie het nog niet op hebben. En bon appétit.
Hebben jullie het wel op? Dan mag het wel bekomen. En een hele fijne, liefdevolle avond geweest. En tot later. Doei! Ja, hoe mooi is dat, hè? Die op de muur te wiebelen. Dat is een echte. En dan hebben we die te wiebel. En dan hebben we daar eentje te wiebelen. En die wiebelt. En die niet. Dus ja, nou dus. Ik vind het zo mooi dat het echt zo beweegt. Vind ik echt geweldig. Maar ja, ze gaan zo meteen wel uit. En dat, kijk, met twee AB'tjes doen, dan is dat uit. Buitenverlichting kan ik ook met een AB'tje doen. En daar ben ik ook wel wat blij mee, want het is gaan regenen in die tussentijd. Ja, we waren net weer op tijd binnen. Ze begon het net wat te miezeren. Dus ze zijn dan wel weer droog, wat dat er gaat. En we gaan lekker een beetje toe. Ja, ik ruik hier even klaarmaken. Ik heb al een fles water klaar. Dus het is enkel de kruik nog. En dan gaan we lekker slapen, want het is later weer. Het is alweer 2:15, 1:40, zegt Google Up. En die zal straks 3:15 gaan slaan. Hey, dus wij wensen jullie vanaf deze kant, van Corine en de beestenbol en de klok, van slaap lekker, welterusten en mooie dromen. Morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!